Wij bieden hier de opleiding keukenmedewerker aan en de opleiding medewerker snackbar taverne. En op duaal niveau wordt het dan medewerker fastfood. De opleiding keukenmedewerker bestaat uit twee modules. De eerste module is initiatie keuken en de tweede module is keukentechnieken. In de eerste module leer je vooral de snijtechnieken, de groentjes en fruit schoonmaken, dus heel basis. En dan verder ga je in de keukentechnieken, ga je uitbreiden naar sauzen maken, echt gerechten maken, desserten, soepen, pasta gerechten en zo verder. En dan ben je keukenmedewerker. Waar gaan die leerlingen werken? Zij werken in restaurants, vooral in de keuken. En als je eigenlijk wil meer in contact komen met de klant en dat klantencontact belangrijk vindt, even belangrijk als de dingen die je maakt, dan kies je meer voor medewerker snackbar taverne. Dus ook een kleinere keuken, eenvoudiger voor te werken in een brasserie of in een fastfoodrestaurant. Dan heb je ook wel echt die kassatechnieken, de gesprek met de klant, omdat je dan korter bij de klant werkt. Dus in de keuken werken is vooral teamwork. Als je op de werkvloer komt, moet je goed beseffen dat jij niet alleen verantwoordelijk bent voor een gerecht. Dat een heel team het gerecht of het menu draagt op dat moment en dat je moet op elkaar leren rekenen. Dat teamgevoel wordt hier heel fel aangeleerd in de keuken. De keuken is natuurlijk ook heel veel hygiëne. Dus we leren ook de HACCP-normen naast de keukentechnieken. Wordt er ook heel veel gepoetst, wat soms wel minder is. En je moet ook goed beseffen dat het geen 9-to-5 job is. En dat je meestal aan het werken bent als andere mensen vakantie hebben of vrije tijd. Maar dat geeft eens zoveel voldoening, want je maakt constant mensen gelukkig met een lekker gerecht of een fijne avond.